Dus toen moest ik hier even wezen voor een klusje. En ik hou van wilde groentes. Maar alleen van de makkelijke en de lekkere. Want een hele hoop van die groentes zijn helemaal niet makkelijk. En helemaal niet lekker. Maar ik heb er hier een. Bovenop de lijst. Hij heet lisdodder. Hier staat hij. Ik ga straks oogsten. Ik ga jullie eerst laten zien hoe het eetbare bestanddeel eruit ziet. Die bladeren namelijk, die worden snel hard en houterig. En die pluk je eraf. En zolang ze omvattend zijn, zijn ze zo goed als oneetbaar. Op een gegeven moment zijn ze niet meer rol rond, maar plat. Net als deze. Zie je dat? En die zijn echt zalig. Nou, ik ga er een zootje van mee naar huis nemen. Rauw is het een genot. Maar je kan ze ook doen als asperges. Ik ga even een zootje verzamelen. Maar ik ga eerst nog proberen om de wortelstok te vinden. Want de groeipunten van de wortelstokken zijn nog veel delicater. Ik ga even kijken of ik ze vind en kan kijken. Het hele veld staat ermee vol, hè. Van de hoeveelheid die hier staat, kan een heel dorp vreten. En niemand doet het. Kijk, aan die wortelstok. Als je hier even kijkt, zitten deze groeipunten. In het voorjaar, als dit nog helemaal bruin is en nog niet boven water is, van die oude troep, dan zit dit onder water. En deze zijn nog veel lekkerder, veel hartiger. Hup. Kijk, dat zijn deze groeipunten. En uiteindelijk wordt dat zo'n groene plant. Als dessert groeit hiernaast al watermunt. Dus vanavond na het eten zet ik lekker een theetje voor mijn wijf. Maar dan kom je thuis en dan gaan we schoonmaken. Die dingen komen uit de bagger. Even afspoelen, even die losse velletjes eraf trekken. En wanneer zijn ze eetbaar? Het lekkers als je dit doet. Knap. Als ze buigen en niet breken, zijn ze vezelig. En wil je ze niet in je bek hebben. Hier ben ik al begonnen met die groeipunten die uiteindelijk plant geworden zijn. En die maak ik zo schoon. Kijk. Ik heb even getraind natuurlijk. Messie erin. Flink diep. Het gaat om die kern. Daar komt ie. Die trek je eruit. Hup. En dan kan je hem testen. Dit gedeelte is nog te hard. Hup, dat is zacht. En de jongere planten. Dit was een hele oude. De jongere planten zijn het lekkerst. Kijk. Dit willen we. Kijk, en het breekt uit zijn eigen as. Dus dit is van A tot Z één grote, heerlijke natuur asperge. Ik ga een gedeelte rauw serveren in salade. Maar dat zien jullie straks wel. En ik ga denk ik een deel stoven in roomboterzaus. Mm. En toen zei die boerin tegen me.
Edward, ben je nou niet bang dat er een hondje overheen gepist hebt? Nou, ik heb liever dat er een hond overheen gepist hebt, als dat er een kuub met pesticiden en bestrijdingsmiddelen overheen gegaan is. Over de aardappelen, over de sla, over alle groenten gaat bestrijdingsmiddel. Hier gaat nooit bestrijdingsmiddel overheen. Waar ik wel op let, is dat ik ze niet uit een sloot haal langs een drukke weg. Fijn stof en rubber van de straat af en olie wat in de sloot komt. Ik weet niet hoe erg het is. Als je het één keer eet natuurlijk zeer waarschijnlijk niet. Maar als je net zoals wij dit regelmatig eet, moet je het halen uit een schone omgeving. Heerlijk. Oh, leuk. Ja. Hey, en van de week had je salade. En nu heb je gekookt als asperge. En is er één die je voorkeur geniet? Nou, ik vind allebei erg lekker. Ja, ik ga even in je bordje kijken, Jetske. Ja. Mmm. Hij is erg lekker. De meeste wilde groenten die hebben iets bitterigs, maar dit is echt zo zacht van smaak. Echt heerlijk. Een toppertje, hè? Ja, ja. Echt voor herhaling vatbaar. Top, jongen.